Vandaag zijn we aan het jammen met de collega's van de JRE met ja, waanzinnig mooie spullen van het seizoen wat komen gaat eigenlijk. Het is toch een soort connectie met elkaar op deze manier. Je leert van elkaar, je ziet dingen met elkaar. We brought a lot of exciting meat. Our philosophy is it not just to sell the prime cuts. We also focus on the secondary cuts. I'm sure it's the first time that they work this kind of muscle cuts because in a typical restaurant provider they don't have this in their offering. We zijn een gerechtje aan het maken met een hele jonge gans. Die heeft eigenlijk nog niet gevlogen. 9 weken oud is hij nog maar. Veel lichter van kleur. We hebben een gerechtje met een beetje herfstproducten. Dus pompoen, een beetje pastinaak erbij. Ik heb een shootje met een beetje gedroogde seps erbij. Wij gaan vandaag maken een gerechtje met wagyu. Die doen we aanbakken, uit vet bakken, dan langzaam garen. Daarbij een kapot van verschillende soorten tomaat. Een beetje fris, zoet zuur. En daarbij een calamanero-kanaal. We hebben de zwartpootkip gekregen. Samen met Jermaine maken we 2 gerechtjes. Jermaine heeft iets van een mooi stuk rund. En wij hebben dus die zwartpootkip. En daar gaan we een stukje bout, saus en gaan de kip zacht garen. Op school heb je natuurlijk heel veel kooklessen. Maar het is niet zo als hier dat je met heel veel collega's hier staat. Leuke ervaring is het. Wij gaan een heel leuk gerechtje maken met varkensnek. Met de zwartpootkip, dry aged. Dus daar gebruiken we de borsten van, die garen we ook op de stoom. Daarna mooi aanbakken, krokant huidje met de salade van Fregola en Dragon. Heel leervolle dag. De dingen die je vandaag met elkaar doet, neem je mee. Als je natuurlijk veel dingen ziet en veel dingen kennis met elkaar deelt, je wordt ergens wel beter van. En ik denk dat dat wel een kracht is die je als JRE samen hebt.